Hoi, hallo Koen de Bouw. Zippels, wat ga jij daarin spelen? Het vlees geworden kwaad. Maar dat klinkt natuurlijk kwaadaardiger dan het eigenlijk is. Want het blijft een familiefilm natuurlijk. Ik heb dat personage wat aangezet. Ik ben daar zo wat mee aan het spelen geweest. Dat was heel leuk om te doen, maar het is niet het soort, villain of slechterik waar dat de kinderen van gaan wakker liggen s'nachts natuurlijk. Dat was niet de bedoeling, maar hij moet in ieder geval dreigend genoeg zijn en tegelijkertijd speels genoeg om te amuseren. Het is kwaad dat amuseert. Want ja, Zippels, de oudere generatie kent hij natuurlijk al. Is hij in ere gebleven, denk je? Ah, dan moet je naar Carrie kijken. Ik kan niet zeggen dat hij geconserveerd is. Ja, ja. Hij staat hier, maar hij hoort mij gelukkig niet. Dus het is een ander soort Zeppos geworden natuurlijk, op leeftijd ondertussen. Op leeftijd. Maar nog even, als niet nog charmanter dan toen. En waarom moeten mensen naar Zeppos komen kijken? Waarom niet? Dat is inderdaad de vraag. Het is moeilijk eigenlijk in zo één of twee zinnetjes te zeggen. We hebben daar 90 minuten over gedaan om dat uit te leggen, waarom dat ze moeten komen kijken. Dus ik zou zeggen, gun je die 90 minuten, als je Zeppels nog herinnert, er zitten een aantal zo hele nostalgische momentjes in. En voor degenen die Zeppels niet kennen, zijn er een aantal heel fijne nieuwe figuren te ontdekken. Dus ja, het is veel plezier eigenlijk gegarandeerd voor jonge en voor wat oudere mensen. Laatste vraag. Heb jij in de amfibiewagen gezeten? Heb je er mogen in zitten? Nee, daar heb ik niet in gezeten. Ah, nee, het is ook niet in mij opgekomen eigenlijk om er te gaan inzitten. Het is de wagen van mijn aartsvijand, dus ik reed wel met iets beters.